Welkom bij Bardo's Filmgebeuren. Dit is de serie waarin Bardo zijn eerste echte film gaat maken en jij over alles meebeslist. Als dat maar goed gaat. In deze aflevering gaat Bardo naar Vera Camilla, de make-up guru, wordt Yuri naar LA gestuurd en leert Bardo alles over het maken van zombies. Jodep gasten, het is woensdag, dus het is tijd voor Bardo's Filmgebeuren. Vandaag ga ik langs bij Vera Camilla, een van de grootste beauty gurus in Nederland. Alleen ik heb geen idee waarom ik bij een beauty girl langs moet. Laten we snel naar binnen gaan. Ga het even uitzoeken. Dit is Vera Camilla. En met meer dan 100.000 abonnees is Vera één van de grootste make-up gurus in Nederland. Wekelijks posten filmpjes over beauty, how-to's, tutorials en nog veel meer. Dus we zijn nu hier binnen bij Vera. En Vera, heb je enig idee wat we gaan doen vandaag? Geen idee. Ik ook nog niet, want ik ben heel benieuwd waarom ik nou precies hier ben bij Vera. Even kijken. Hoi Bardo, het thema van vandaag is special effects. Je gaat langs bij Rolf van RFX Props. Hij kan je helpen met de special make-up, dat verklaart een hoop, van je zombies. Daarnaast kan hij je ook laten zien wat er verder allemaal mogelijk is met props. Aan het eind van de aflevering mag je gast weer een keuze aan de kijkers voorleggen. Succes! Oké, okay, tof. We gaan lekker knutselen aan de zombies. Ik ben benieuwd. Let's go! Dus in de brief van vandaag staat dat ik samen met Vera Camilla moet gaan kijken naar special effects. En hiervoor gingen wij naar Rolf van RFX Props. Want ik hoop dat Rolf mij hier een beetje bij kan helpen. Bardo en Vera zijn op weg naar Serenberg om Rolf van RFX Props te ontmoeten. Rolf de Boy is al sinds zijn 16e bezig met het maken van maskers en props. Sinds 2010 heeft hij zijn eigen shop geopend in de Achterhoek. En maakt hij onder andere maskers en props voor filmproducties en voor de verkoop. Nou Vera, we zijn er bij Rolf van RFX Propmaking. En Rolf, sowieso welkom man. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie zijn. Ja, het is tof dat je ons ontvangt. En waar zijn we ongeveer? We zijn in de Achterhoek, in Serenberg. Oh man, in jouw eigen geek hole toch? Mijn man cave is dit, ja. Holy fuck, wat heb je hier allemaal staan? Laat eens wat zien, wat is nou een pakje zie. Want er staat zoveel hier. Bijvoorbeeld een masker. Een siliconen masker met handgeprikte haartjes. Maar dat is dan super veel werk. Eén voor één. Ik denk dat het één keer in je rug scheren is, of niet? En ik zie hier trouwens ook een prop liggen uit van vorig jaar. Max & Billy's Drill Bore Machine Girl. Yes, yes, yes. Dat is het stompje van Lisa Smith. Oh. Ik voel me toch een beetje Lisa Smith zo. Met een hele lange arm heb je nu. Ja, nu maar... echt een hele. Zo hoort hij dan, denk ik. Ja, ja, ja. Alleen nu zit hier een hele rare bobbel. En dit is dan met CGI eruit gehaald, deze bobbel. Ja, ja, klopt. En zoals vaak dit, is dit dan eigenlijk een prop? Of? Dit is een prop, ja. Dit is een Oh, die is ook wiebelig. Oh! Ja, oh. Kun je daar niet tegen? Nee, high five, omdat man. Het zo echt lijkt. Omdat het zo echt lijkt, nou, dat bedoel ik. Is dit ook echt letterlijk nagemaakt van de handpalm? Of? Dit is een afgietsel van iemands hand. Dus dit is ook een 1-op-1 replica van iemands Zou je hoorbaar zijn? Ja, dit is ook een afgietsel van iemand geweest. Ja, lijkt heel erg. Dus er loopt hier in de buurt iemand rond. Alleen zonder snor. Serieus? Ja. Maar hoe gaat dat precies een afgietsel maken? Want je kan niet in een hete bak wax of zo. Nee, over het algemeen gebruiken ze alginaat. En dat is hetzelfde spul wat ze gebruiken bij de tandarts om je tanden mee af te gieten. Ja. En dan wordt je hele gezicht mee ingesmeerd. En dan krijg je een steunkap van gips. Met alleen je neusgaten vrij. En wat ligt daarnaast? Dat het lijkt een soort... Ja, condooms eigenlijk. Eigenlijk wel. Maar dat zegt iedereen hoor. Dus oké, okay, gelukkig. Nee, dit is een siliconen appliance, noemen ze het ook wel. Dit wordt gelijmd op je huid. En dan is het stukje wat tussen de wond en dit buitenste randje zit. Dat is oplosbaar met 99% alcohol. Oké. Okay. En dat wordt dan weggesmolten. En dan gaat het buitenslaagje gaat eraf. En dan hou je een wond over die je bijkleurt. En dan heb je als het goed is heb je een hele realistische... Ja. Vleeswond. Wauw. Rare vraag, hoe mogen wij zometeen zombies hier maken? Ja, zeker weten. Gaan vet, we doen. Ouwe. Ja? Ja. Vet, laten wij dan zo zombies maken na de LA Reporter. Dit is Yuri Mooiman. Je kent hem misschien wel van zijn YouTube kanaal Dit is Mooiman of van Mayotown. Moviezone heeft hem naar LA gestuurd om te onderzoeken hoe props gebruikt worden op de set van X-Men Days of Future Past. Yo mensen van Banjo Movies, we staan hier in The Mutants Corner bij X-Men op de Fox Studios. En wij zijn in LA, mijn naam is Yuri, de LA Reporter. En ik neem jullie vandaag mee langs alle mutant props en kostuums. Allereerst hebben we de guns die niet van ijzer gemaakt zijn. Nou, ik kan jullie vertellen, deze zijn wel van metaal gemaakt. Ze zijn fucking zwaar. Dus in de films lijkt het natuurlijk gewoon op deze doorzichtig zijn. En ja,
weet niet, voor mij schieten ze niet. Maar het ziet er redelijk realistisch uit. Hier hebben we de Striker holster. En zoals je kunt zien, het is gewoon een leren holster. Dus ja, het is waarschijnlijk gewoon een echt holster die ze uit het leger gehaald hebben of iets dergelijks. Het lijkt er best wel realistisch. Als je het licht houdt, dan glimt het nog een beetje lijkt het metaal. Maar het is gewoon plastic. Dus ik kan mezelf gewoon hiermee staan. Oké, dit is best wel scherp. En nu het koest van allemaal. De Wolverine motherfucking class, dames en heren. Dit zijn de echte. En zoals je kunt zien hieronder, zit je dus voor de rechterhand zit dus een klein siliconen dingetje waar je aan vast kunt houden. Maar dit is echt. Dit zijn scherpe dingen. Hier kan je je mee verwonden. Dit is beschouwd als een lethal weapon. Dus we mogen ook niet zomaar ergens dingen mee oprichten of iets dergelijks. Dit is echt een wapen. En iets leuks om te vertellen is dat tijdens het filmen is er ook iemand gewoon gewond geraakt. Want die dingen zijn gewoon scherp. Het valt me wel op dat de puntjes al een beetje gebogen zijn. Dus waarschijnlijk is die al een paar keer ergens tegen aankomen. Maar fucking episch toch gewoon. Fucking Wolverine class. Ik vind het echt heel tof. Jury, heel erg bedankt voor het verslag uit Los Angeles. En terwijl jullie keken naar Jury in Los Angeles, zijn wij al begonnen aan de zombies. Ik heb Rolf en Vera lekker alleen gelaten, want ik heb de Wikipedia gelezen van special effects. Dus wat kan er dan fout gaan? Ik nam mijn zombie mee naar buiten om de beste zombie aller tijden te maken. Drie dames zijn door Moviezone uitgenodigd om model te staan voor zombie. Wie zal er uiteindelijk met de meest gruwelijke zombie op de proppen komen? Hashtag. Kijk, dat ik geen kleuren kan wisselen hier. Het gaat nu alle kleuren door elkaar. Braveheart heeft een beetje een kleur overloop zo. Precies, gaat van hier. Dit is wel wat beter. Ik moet even kijken. Volgens mij is dit de reden dat ik dus geen visagist ben. Als je wil mag je wraak nemen. Mag je mij ook een beetje zombificeren? Het is echt gewoon een en al wraak van jou, of niet? Dat je denkt, jij hebt mij zo verneukt, Marno, ik pak je terug. God, ik lijk echt een homofiele clownzombie. Jongens, wij gaan er binnen. Ik denk dat we wel gevonden hebben nu. Stond ik? Oh, wacht, dit is een lang verhaal. Ik heb een paar dingen verneukt. Maar dit is veel beter. Mijn speciale zombie. Want hier gaan jullie niet overheen. Ik zie er echt uit als een verzopen kat. Uiteindelijk, na heel veel geklieden, waren we dus klaar met de make-up en we konden de zombies van elkaar een keer gaan vergelijken. Ja, wij gaan nu de zombies aan jullie presenteren. Ik stel voor, laten we beginnen bij de winnaar, dus bij mezelf. Ta-da-da-da-da. Het is prachtig. Ja, dit komt ook een beetje uit de clip van Gotje wellicht, Somebody That I Used To Know. Ik kan ze zo in. Nou, als ik even wil zeggen, ik vind mijn zombie veel vetter. Ze is niet zonder te vechten ten onder gegaan, dus ze heeft flink wat klappen gehad, maar... Ik moet zeggen, ziet er toch aardig eng uit. Maar jongens, zo ziet de zombie er toch uit. Nu hoef je dat niet te zeggen. Holy shit, ja. die ziet wel echt fucking gruwelijk uit, hè? Ja, thanks. Ja, fucking hell. Ik voel me nu echt alsof ik op de kinderschool alleen maar heb lopen verven vanmiddag. Ja. Dankjewel jullie twee. Vera, dit brengt ons natuurlijk bij het einde. En wat wordt de keuzevraag voor de kijker? Nou, ik zat te denken, misschien dat het wel leuk is dat zij de zombie kunnen uitkiezen die in de film komt. Maar deze zombies mogen hun kiezen? Juist. Jongens, jullie mogen gaan stemmen. Welke zombie komt er in de film? Wordt het A, wordt het B of wordt het C? Jullie kunnen gaan stemmen. Linkje daarvoor in de beschrijving. En Rolf natuurlijk, van de RFX Popshop. Gast, zo erg bedankt. Graag gedaan. Kijk, zo fucking gruwelijk. Yes, vond ik erg leuk. En jullie kunnen natuurlijk aankomende woensdag opnieuw kijken naar Bardo's film gebeuren. Hier op Banje Movies. Tot volgende week woensdag. Later. Hey. Het is nu aan jullie. Welke zombie komt er in de enige echte Banjo film? Is het A, Bardo zombie, B, Vera zombie of C, Rolf zombie? Vergeet niet te stemmen op serie.moviezone.nl en volgende week is er weer een nieuwe Bardo's film gebeuren. Tot dan!